Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik je laten zien hoe je deze draagtas makkelijk zelf kunt maken. En het oorspronkelijke idee achter die draagtas is dat je er een taart in kunt zetten, dus een ronde vorm in een ronde container. Maar je kunt hem natuurlijk ook voor allerlei andere dingen gebruiken. Ik bedoel, het feit dat de tas rond is, betekent niet dat hij opeens alleen nog maar voor ronde dingen geschikt is natuurlijk. Dus ik ga je laten zien wat je nodig hebt en hoe je dit maakt. Je hebt natuurlijk stof nodig. Ik heb katoen genomen. Je kan ook een andere stevige vaste stof nemen, maar jersey niet. Want als je dan tas over je schouder hangt en het trekt uit, dan sleept je spul opeens over de grond natuurlijk. Dat willen we niet. Dus ik heb gewoon katoen gebruikt. In twee patronenkleuren. Dan heb ik mijn schaar, een veiligheidsspeld en speld. Dit is het patroon. Dit ga ik zo nog even helemaal stap voor stap uitleggen natuurlijk, maar hier komt het zo op neer. Dus je hebt deze drie delen en die heb je allebei twee keer nodig. Eén keer voor de binnenkant en één keer voor de buitenkant. En dan heb je hier zo dat ronde, dat is de onderkant. Dan is de zijkant hier zo die lange stuk onderaan en dit hier wordt het hengsel. Die kun je twee keer uit de stof voor de buitenkant nemen, als je dat mooier vindt. Dat maakt niet zo heel veel uit. En je kunt natuurlijk zelf beslissen hoe groot dit wordt. Als je het echt baseert op een taart, neem dan even je eigen taartvorm bij de hand en kijk hoe dat uitkomt. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zelf een beetje met de maten spelen. En als je niet je eigen taartvorm hiervoor hebt, kun je de formule 2 maal pi maal r doen. Ik zeg altijd dat ik moeite heb met wiskunde, maar we komen nu op het punt dat ik zelfs de formules niet eens meer als een normaal mens uit kan spreken. Anyway, dit is dan wat ik hier zo heb qua maten. Zoals gezegd is dit gebaseerd op een taartvorm die ik in huis heb. En pas dit vooral aan op wat jij zelf nodig hebt. Dit was de grootste taartvorm die ik in huis had trouwens. Dus dit is vrij groot. Mijn onderkant heeft een doorsnee van 42 centimeter. Dus van één kant naar de andere kant. En dan een radius van 21 centimeter. En dan kun je een passer gebruiken of steeds de hele tijd strepen trekken van 42 centimeter door het midden en die dan verbinden. En dan krijg je uiteindelijk zo'n cirkel. Dan heb ik hier zo voor het hengsel twee keer zo'n stuk van 75 bij 12 centimeter genomen. En die kun je langer maken, die kun je korter maken. Dat maakt mij niet uit wat je daarmee doet. Dit is een afmeting die bij mij goed werkt. Ik ben vrij klein en het moet dus allemaal niet al te groot worden, want dan slepen mijn spullen over de grond, ondanks het feit dat ik katoen heb gebruikt. Dan heb ik hier zo de zijkant, die is 25 centimeter en dan 148 centimeter, zodat hij rondom deze cirkel kan. Persoonlijk vind ik het makkelijkst om gewoon uiteindelijk de omtrek te meten als ik zo die cirkel heb gemaakt. Dan knip ik die cirkel uit en dan leg ik mijn meetlint eromheen en dan weet ik ook hoe lang het moet zijn. Je kunt eventueel ook zo rekenen met de radius, maar neem dan 2 centimeter of zo erbij. Geldt trouwens ook voor meter rondom. Neem altijd even wat extra ruimte voor je naden. Dus ik heb dan uiteindelijk 148 bij 25 centimeter voor de zijkanten van mijn tas genomen. En als dat goed is, is dat genoeg. Daar moet misschien nog eventueel wat aan aangepast worden. Maar dat zien we dan wel. Dit is dus een vrij groot stuk hier, 148 centimeter. En als je dat niet in één keer hebt, kun je natuurlijk twee stukken hiervan maken. Dus dat je hem in, wat is het, 74 centimeter, twee stukken van 74 centimeter neemt. Die zet je dan aan elkaar vast en dan heb je uiteindelijk nog steeds 148 centimeter. Als je genoeg ruimte meeneemt voor de naad natuurlijk. Dus als je het in één keer doet, dan heb je twee keer dit stuk van 148 bij 25 nodig. Je hebt twee keer de bodem nodig met een doorsnee van 42 centimeter.
En dan heb ik hier zo twee keer een stuk van 75 bij 12 centimeter en dat is dan voor het hengsel. Ik heb alle stof alvast geknipt, dat scheelt weer tijd. En dan neem ik als eerste de stof voor het hengsel. En dat leg je gewoon eventjes helemaal zo plat. Mooi plat, niet met een dubbel stuk erin zoals ik had. En dan leg je dit zo met de mooie kant op elkaar. En dat is zo dat de hoogte door de helft gaat. Je kunt het zo in één keer doen onder de naaimachine of eerst even vastspelten. Ik heb nu twee hengsels. Die zijn vast, maar nog niet gekeerd. En voor het keren heb ik hier de veiligheidsspeld. Die veiligheidsspeld die maak je zo vast aan één kant van het uiteinde. Dan gaat die dicht. En dan kan ik met behulp van deze veiligheidsspeld wat makkelijker dit hengsel keren. Dus ik duw hem zo erin en dan ga ik helemaal naar de andere kant. Ik hoop dat het zo allemaal goed erin zit. En dan kan ik zo steeds verder. En dat gaat wat makkelijker dan met alleen je vingers. Als dat gekeerd is, dan zijn de hengsels in principe al klaar. Maar als je wat netter afgewerkte hengsels wilt hebben, dan kun je hem eventjes zo onder het strijkijzer leggen. Een andere optie is dat je dit eventjes zo pakt. En dan vouw je de stof zo dat deze naad hier aan deze kant ligt. Aan de bovenkant zeg ik even. En dan stik ik hier zo eroverheen, zodat dit geen kant meer op kan. En aan de andere kant van de stof, dus hier zo, doe ik dat ook, zodat het er symmetrisch uitziet. Dus hier zo gewoon dezelfde steek als aan de andere kant. Aan de ene kant is het functioneel, aan deze kant, aan de onderkant niet, thuis meer gewoon voor de sier. En zo ziet het er dan uit als het klaar is. Als het niet helemaal perfect is, maak je geen zorgen. Niet perfect is ook goed. Maar zo zien de bandjes, de hengsels er dan uit als ze klaar zijn. En dan kunnen we ze in principe al aan andere stof vastmaken. Ik ga in de volgende stap verder met het basisdeel, noem maar even het grootste deel van de tas. Dus ik heb hier de zijkant. En ik laat alles even alleen zien met de stof voor de buitenkant. En met de voering doe je exact hetzelfde als wat ik nu met deze stof ga doen. Ik heb hier zo 148 centimeter, alles in één deel. Dus ik hoef geen tussenstapje te doen om alle stof aan elkaar te zetten. Wat ik nu ga doen is de stof zo dubbel leggen. Mooie kant op elkaar natuurlijk. En de open kant hier wordt gesloten. Als je twee delen hebt, hou er dan rekening mee dat je dat aan elkaar zet. En dan hier nog een keer. En ik zou dat dan aan de uiteindes doen. En bij de voering doe je hetzelfde. Maar hou er dan rekening mee dat je hier ergens een keeropening houdt. Dus tot hier zo ongeveer vastzetten. Dan hou je hier zo de stof open. En dan ga je vanaf hier ongeveer verder naar boven. Dus dat is voor de voering. Dat doe ik nu dus niet omdat ik alle stappen even alleen laat zien met de stof voor de buitenkant. Dus hier zo wordt het straks gekeerd door de voering. Niet door deze stof. Deze stof kan gewoon zo in één keer helemaal vastgezet worden. Wat ik direct even heb gedaan is zo dit van de zoom van de naad uit elkaar gelegd en dat direct zo vastgezet. Dus ik ben er nog eventjes met de naaimachine overheen gedaan zodat dit plat blijft liggen. En het ziet er ook net wat netter uit vanaf de buitenkant.
Bij de voeding is dat nog niet echt een optie, want daar hebben we natuurlijk nog een keeropening hier zo. En die kunnen we niet wegwerken, sluiten en dergelijke, want dan hebben we straks een heel groot probleem. In de volgende stap ga ik die voeding weer even eerst opzij leggen en dan pakken we de bodem erbij. Voor de voeding is het weer hetzelfde, maar wij doen het even alleen bij de buitenkant. En ik ga nu de onderkant aan de zijkant vastzetten. Dus ik neem eventjes dit als onderkant. Dan begin ik bij de naad. En die cirkel van stof die wordt zo hier zo er tegenaan gelegd. En dan zet ik hem rondom even vast met spelden. Zo. Dan de volgende. En het kan zijn dat de stof straks niet perfect uitkomt en dat we de zijkant even aan moeten passen. En daarom is het belangrijk dat we het eerst even vastzetten met spelden, zodat we zeker weten dat alles een beetje uitkomt. Als je dit gelijk op de naaimachine legt, dan heb je straks misschien een probleem met te veel stof. En als je te weinig stof hebt om rond te gaan, dan weet ik niet wat er gebeurd is, maar dan is er wel een probleempje. Hoe dan ook, de kans is groot dat je te veel stof hebt. Want ik heb hem nu dus helemaal rondom vastgezet. En hier zo heb ik dus extra stof over, zoals je kunt zien. Nou, dat is dus niet heel vreemd of zo, dat zag ik al aankomen. Dus we gaan daar eventjes wat aanpassen. En dat gaan we doen door dat eventjes zo te pakken. En hier wordt het dan wat smaller gemaakt. Ik leg het zo tegen elkaar aan, totdat dat stof dan zo een soort lusje op elkaar geplakt zit. Hier zet ik het dan even vast. Oh, nou schiet het weg, nou schiet het weg. Nou, zo is het ook goed. En dan kan ik nog een keer zo naar boven stikken, zodat dit smaller wordt. En dan heb ik geen stof meer te veel. Dus zo recht naar boven. En dan is dat ook weer prima. En dan maak ik natuurlijk weer eventjes die naad netjes, zoals ik dat eerder ook heb gedaan. En als dat gedaan is, kan ik ook rondom gaan en de onderkant van de tas afmaken. De bodem er dus in zetten. Heel normaal dat dit zo gebeurt. Wel een beetje irritant. Ik heb hem dus nu bijgewerkt. En nu past alles wel beter. Dus de bodem past prima in. Dit nog eventjes vastzetten met een speld. En dan kan ik langzaamaan rondom helemaal de bodem in de tas zetten. Ik heb nu zowel de voering als de buitenkant gedaan. Tot op dit punt. Dus dit is de tas die ik heb. Ik besef dat er niet heel veel zo te zien is, want dit is best wel beeldvullend. Goed. Hier zo heb ik alles netjes afgehecht. Ik heb hier nog een extra naad erin gezet. Dat is dat extra stukje zoom, zeg maar, dat aan de binnenkant zit. En dat is geen verplichte stap, maar ik vind het gewoon wat netter staan als dat vast zit. En dat heb ik met de voering ook allemaal gedaan. Nu heb ik hier alvast de hengsels en die kunnen we op dit punt al aan de buitenkant vastzetten. De voering komt dan later. Ik ga eerst even kijken waar de naad zit. En dan leg ik hem zo zeg maar in tweeën. Dan weet ik waar de helft is. Dus ik heb hier zo de naad aan één kant. En als je twee stukken had voor de zijkant, dan zou de andere naad aan de andere kant moeten zijn. Dus zo vinden we dan de helft. Dus hier zo hebben we uiteindes. En dit is dan het midden van de tas. Hier knip ik een markeringtje
Niet al te groot, maar wel duidelijk. En dit wordt straks ook gewoon weggewerkt. Hier zie je uiteindelijk niks meer van. Dus nu kan ik hem weer zo openvouwen. En nu weet ik exact waar het midden is aan allebei de kanten. Precies symmetrisch, geen zorgen meer over maken. Nu kan ik makkelijk de hengsels vast gaan maken. En die leg ik op dezelfde afstand van elkaar van het midden af. Je kunt ze natuurlijk zo dicht of zo ver uit elkaar als je zelf wilt aan de tas vastzetten. Dus zo'n stuk of zo dicht bij elkaar als ik net had. Dat maakt allemaal niet heel erg veel uit, maar let er wel op dat ze even ver van het midden af zijn. Dus niet dat de ene 10 centimeter eraf zit en de andere 5, dat is niet heel handig. Als je een punt gevonden hebt waarvan je denkt, daar zitten ze goed, dan speld je gewoon eventjes zo je hengsels vast. Andere natuurlijk ook. Even kijken of er geen draai in zat. Dat had ik natuurlijk eerder moeten doen. Het moet wel allemaal zeg maar steeds dezelfde kant op liggen. Dus niet de andere kant op met een draai erin. En dan kan je zo dit op elkaar leggen. Daarvoor is inkepertje heel handig. En dan kan je je hengsel aan de andere kant op exact dezelfde punten vastzetten. Ook nog eventjes met de spelden. Ik bedoel niet vastzetten met de naaimachine. Dat komt zo. Alleen vastmaken aan deze ene kant van de tas, want als je het door alle tweede kanten heen doet met de speld, dan zit het vast en dat is niet de bedoeling. Dan zet je dat zo vast, dus dit kan geen kant meer op. En het kan in principe ook gelijk gedaan worden terwijl je de voering doet en zo. Maar ik vind dit wat prettiger, zodat ik zeker weet dat die hengsels geen vreemde kanten meer opschieten. Terwijl dit onder de naaimachine ligt, terwijl ik de voering erin zet. Maar goed, voering komt er nu bij. En de mooie kanten worden op elkaar gelegd. Dus ik heb de lelijke kant van de voering, zeg maar eventjes, zo buiten liggen, aan de buitenkant liggen. En dan doe ik de buitenkant zo erin. En nu kijk je zo of die naden perfect op elkaar liggen. Als je een naad aan de andere kant hebt liggen, dan moeten die natuurlijk ook op elkaar. Hier zo heb ik alleen deze twee. Dus die liggen hier zo nu goed op elkaar. En dan ga ik het zo rondom even vastzetten met spelden. Het moet natuurlijk wel precies op elkaar liggen, anders hebben we een probleem. Als je rondom bent gegaan, dan kom je natuurlijk weer bij het begin uit. Dan kan je zo de boel rond gaan vastzetten met de naaimachine deze keer. Je hebt als het goed is hier een keeropening zitten in de voering en daardoor wordt straks de boel gekeerd. Je bent nu al bijna klaar en ik wil nog even zeggen, door die keeropening hier zo aan de zijkant heb je geen keeropening open hoeven laten aan de bovenkant. Zoals altijd keren natuurlijk een beetje voorzichtig doen dat er niks uitscheurt. Als dat gedaan is, kun je de voering er zo een beetje induwen. En dan heb ik hier zo aan de bovenkant de randen een beetje op elkaar gelegd. En het liefst stik ik hier dan nog eventjes zo overheen, net zoals ik bij de bandjes heb gedaan. Ik heb de keeropening met de hand gesloten, dus niet onder de naaimachine gelegd, maar gewoon even met de hand gedaan. Het is per slot van rekening voering, dus dat valt niet heel erg op. En zo ziet de tas dan uit als die klaar is. Ik heb er ook gelijk even die bak in gezet die ik dus gebruik om een taart te vervoeren. En zoals gezegd,
Je hoeft het niet per se te maken van een taart, maar een taart is zo wel een stuk makkelijker te vervoeren. In principe is het niet heel moeilijk om deze tas te maken. Het ziet er vooral intimiderend uit, vind ik, omdat het zo'n grote tas is. Maar qua techniek is het niet veel anders dan wat ik allemaal al eerder heb gedaan op dit kanaal. Dus ik hoop dat, ook al ben je beginner, je deze tutorial een kans geeft en dit vooral probeert, want het is prima te doen. Ik hoop dat je de video leuk hebt gevonden. Als het zo is, geef me een duim omhoog of laat een reactie achter. Abonneer je op dit kanaal en klik dan op het klokje naast de abonneerbutton. Dan zie ik je in de volgende video weer. Dag!